Volgens de gemeente hebben bijna 1 op de 5 huishoudens in Nijmegen geldzorgen. Een aantal van hen deelde de enveloppen uit. Ik ben in 2016 ongeneeslijk ziek geworden. En daardoor ben ik mijn baan kwijtgeraakt. En daardoor ben ik in deze financiële situatie gekomen. Zwaar, heel veel stress. Je merkt gewoon dat alles daarom draait. Alles draait op dat moment om de schulden. Hoe ga ik rondkomen? Hoe ga ik het eind van de week redden? Heb ik nog eten? Deze dames hebben hulp gezocht en dat heeft hen ook allebei geholpen. Er zit zoveel schaamte op het hebben van schulden. En dat is zo jammer, want heel vaak kun je er niks om doen. Er zijn samenloop van omstandigheden waardoor je er terecht komt. Dus de beste keuze is gewoon hulp vragen. Als je er te lang wacht, dan worden de problemen groter en groter. En hoe groter de problemen worden, hoe moeilijker het op te lossen valt. Met het statiegeld erbij zou ik uit moeten komen. Ik hoop dat mijn berekening klopt. Of zal ik de koekjes voor de kinderen snel terugleggen? En daarom begint de gemeente een campagne aan de hand van flyers, posters en filmpjes. We kunnen naar verschillende organisaties, maar eigenlijk hebben we sinds kort de financieel expert in de wijk. Dat is eigenlijk een heel laagdrempelige financieel expert die jou kan helpen om orde op zaken, eens inzicht te geven. Als je financiële problemen hebt, al is het maar een kleine betaalachterstand, zoek hulp, neem contact op, neem mensen in vertrouwen. Het is oké, schaam je niet.